Goed, collega's, als er geen tussenkomsten meer zijn, dan gaan we over tot de stemming. En ik wil toch even met de drie voorstellen die dat gedaan zijn, een voorstel doen om de correcte stemming te doen. En ik zou dat graag doen met het akkoord van jullie drie. Dus de gemeenteraad stelt de structurele onbestuurbaarheid vast van de stad en draagt de voorzitter van de gemeenteraad op de Vlaamse regering hiervan op de hoogte te brengen. Dus de cruciale vraag zo dadelijk is: is Turnhout onbestuurbaar? Ja, dan nee. Wanneer u zegt nee, dan is Turnhout nog bestuurbaar. Zegt u ja, dan is Turnhout onbestuurbaar. Is dit voor iedereen duidelijk? Collega's, ik wil ook een oproep doen aan ieder van u om duidelijk, klaar en duidelijk, in de micro zijn antwoord weer te geven. Zijn hier nog vragen bij? Meneer Vermeijen. Ja. Meneer De Grote. Ja. Meneer Groten. Meneer Van Damme. Ja. Mevrouw De Jong. Nee. Meneer Gedom. Ja. Mevrouw De Koning. Ja. Meneer Moelans. Onthouding. Mevrouw Maté. Onthouding. Meneer Van Geert. Nee. Meneer Versmissen. Ja. Meneer Brentjes? Nee. Meneer Segers? Nee. Meneer Danaf? Nee. Meneer Stijnen? Nee. Meneer Roes? Ja. Meneer Gevers? Ja. Meneer Vos? Ja. Meneer De Bont? Ja. Meneer Otten? Ja. Meneer Van Litsenborg? Ja. Meneer De Koster? Ja. Meneer Meus? Ja. Meneer Van Lommel? Ja. Meneer Gladinee? Ja. Meneer Sterks? Ja. Mevrouw De Wilde? Ja. Meneer Bogers? Ja. Mevrouw Wittebolle? Ja. Mevrouw Driesen? Nee. Meneer Breugelmans? Nee. Mevrouw De Kinderen? Nee. Mevrouw Van der Poel? Nee. Meneer Van Heupen? Nee. Meneer Van Otten? Nee. Nee. Meneer voorzitter, wij vragen... Eerst een uitspraak. Collega's, de uitslag van de stemming is als volgt. We hebben 20 ja-stemmers, dus 20 collega's die zeggen dat Turnhout onbestuurbaar is. 13 nee-stemmen en 2 onthoudingen. Collega's, ik stel voor om de zitting hier even te schorsen. En als ik er mag vragen dat de fractieleiders over enkele minuten in de Binkenzaal even willen samenkomen, dan kunnen we verder overleggen naar het verloop van de gemeenteraad. Ik dank u.
niet vragen. Allemaal is het voor hem zo. Die werkt tegen elke 9 uur. Heel boven in alles. Dan vlug de kerk eigenlijk. Dus dat is geen heel leuk spot. Want we hebben dat groepje. Omdat je met z'n rest overal niet vergeet. Die wij gebruikt dat wel. Als concert. Dat is goed. 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 September is. Danny, jullie hebben als het merendeel van jullie fractie heeft het vertrouwen in hun eigen bestuur opgezegd. Uw reactie graag. Ja, het is zo. We hebben eigenlijk niet het vertrouwen in het bestuur opgezegd. We hebben dadelijk het vertrouwen in een aantal personen opgezegd. Dit omdat wij toch al een hele tijd bezig zijn om in die interne twist om daaruit te geraken. Wij hebben ook eigenlijk als bestuur, maar ook als fractie, al meerdere keren gevraagd aan beide heren, zijnde Willy van Gaert en Erwin Brentjes, om hun mandaat terug te geven aan de partij, ook iets wat afgesproken was aan het begin van deze regeerperiode. Als het niet zou lukken, zou men zijn mandaat teruggeven. Daar is niet op ingegaan en dat betreuren wij, vandaar deze stap. En wat gaat nu de reactie zijn van de Nationale Partij? Worden jullie uit de partij gezet? Wordt jullie lidkaart ingetrokken? Hoe moet het nu verder? Eerlijk gezegd is het zo dat wij een open en democratische partij zijn. En ik denk op het moment dat meer dan het merendeel van de fractie zegt dat ze geen vertrouwen hebben. En dat wil eigenlijk zeggen dat zelfs iedereen die gestemd heeft, heeft echt zijn eigen ding kunnen doen. En dat is bij ons even niet belangrijk. Wij vinden dat wij als N-VA, Turnhout, laat mij dat duidelijk zeggen, wij zijn een verkozen N-VA-fractie. Niemand kan ons uit de N-VA-fractie zetten. Wij zullen ook altijd de N-VA-fractie blijven. En wij vinden dat in een open en democratische partij iedereen zijn gedacht mag zeggen. En in deze is dat heel belangrijk om niet als fractie te reageren, maar iedereen zijn eigen reactie te laten doen. En dat is een schoolvoorbeeld van hoe een moderne partij reageert, dat is, iedereen kan in deze zijn eigen ding zeggen. Hebben jullie het niet te ver laten komen? Er waren al signalen een paar maanden geleden dat dit geen werkbare situatie was. Is dit niet te ver uitgelopen? Weet je, eigenlijk niet. Het is zo dat wij al, en dat is geen geheim, wij zijn al van mei bezig aan deze situatie op te lossen. Dat wil zeggen dat wij met 11 personen in de fractie, reken daarbij het OCMW, reken daarbij het bestuur, dan ben je met meer dan 30 personen. Als je in deze tijden van social media en dergelijke met 30 personen meer dan 2 maanden zaken binnen kamers kan houden, dan heb je erg goed geprobeerd om dat binnen kamers te laten komen. Wij hebben getracht om dat zo te doen. Dat er in komkommertijd zaken naar buiten komen waar wij verder geen aandeel in hebben, dat is bijzonder triest. Dat we hier geen schoonheidsprijs voor krijgen, dat snap ik helemaal. Maar ik wens toch wel te zeggen dat wij echt alles gedaan hebben om hieruit te komen. Maar verder dan aan de 2 personen volgens afspraak vragen om zich terug te treden, om afstand te nemen van hun mandaat, wat een afspraak was, verder dan dat kunnen wij niet gaan. En de wet laat ons maar 1 ding toe, dat is meestemmen met artikel 47 bis, om te zorgen dat er naar een oplossing kan gezocht worden. Want dit is geen einde, dit is een nieuw begin. De provincie gaat nu proberen te bemiddelen. Gaat dat wat zoden aan de dijk brengen?
Weet je, bij bemiddelen, hè, dat bemiddelen wil zeggen praten. En met praten moet je altijd met meer dan één zijn. En dat doen wij als N-VA graag. Wij willen graag praten. Alleen praten onder één partij, dat wil zeggen praten onder ons, praten met nationaal N-VA, dat is geen dialoog waar je dat artikel 47 bis mee kan uitdiepen. Dus wij betreuren absoluut niet dat dit gebeurd is. Wij vinden dit een nieuwe start en wij nodigen ook de gouverneur uit en we zullen ook een volledige medewerking geven. Heel onze fractie zal zijn medewerking geven om samen met de gouverneur te zien hoe wij hieruit komen. Maar ik denk dat het signaal van iedereen is, zowel de mensen die voor de onbestuurbaarheid gezegd hebben als tegen de onbestuurbaarheid, als zelfs onthouding, dat die mensen een duidelijk signaal hebben laten geven. En wij hebben ook niet geschuwd van dat duidelijk signaal, want dat was vorige gemeenteraad ook al zo. Wij hebben gewoon de stem van ons hart gevolgd. En wij konden niks anders, want de wet laat ons geen andere methode toe. Is hier nu de stad en de burger de dupe van? Helaas worden wij hier allemaal niet beter van. Dat is waar. Maar ik ga u eventjes heel kort zeggen. Als volgende vrijdag de Rode Duivels met de perfecte ploeg aan de aftrap komen en men ziet of men heeft indicaties achter de schermen dat er redenen zijn om bepaalde mensen niet op te stellen, dan zou daar het voetbal ook de dupe van zijn. Nu, als je mensen opstelt in een team en je maakt keuzes en dat blijkt de foute keuze te zijn als team. Was het dan niet bij het begin? Dat werd snel duidelijk. Maar niet bij het begin, want je gaat altijd uit van het positieve in de mensen. En wij gingen toch ook wel uit van de ervaring van Erwin Brentjes en van de motivatie van Willy van Geert. Alleen, in een team moet je met teamleden zijn en met teamspelers zijn. En dat is naar ons inziens te weinig uit de verf gekomen. En als we nu niet gaan voor een verbeterde, vernieuwde ploeg, dan gaat het ons nooit lukken. Erwin, het gemeentebestuur heeft de stad onbestuurbaar verklaard. Uw reactie graag. Dat was een van de scenario's die we op voorhand uitgewerkt hadden, dat het zo zou kunnen aflopen. We hebben ons daarop voorbereid. Het is het ergste scenario geworden, waar ik zeer sterk betreur. Maar ook hier ben ik er zeker van dat we uit deze moeilijke situatie gaan komen. We moeten eruit komen. We hebben leden van deze gemeenteraad hebben een verpletterende opdracht om tegen het einde van het jaar een begroting te stemmen, zien dat er een beleidsplan is en zien dat we de besparingen die er hoe dan ook moeten gebeuren, er dienen aan te komen. Sowieso hebben we die opdracht. Ook je eigen partij heeft het vertrouwen, Velk, in u persoonlijk opgezegd. Niet enkel Siegfried Bracken is een stouterik, is nu N-VA Turnhout ook een stouterik? Die woorden die ga ik overlaten aan de hogere partijoverheden. Degenen die buiten de lijntjes gekleurd hebben, die wisten op voorhand wat hen te wachten stond. Ik neem aan dat er ondertussen vanuit de hogere partijorganen een perscommuniqué is verschenen waarin duidelijk een beslissing genomen, of waarin zou kunnen staan wat de beslissing is van de partijtop. Is er al een beslissing genomen? Ik neem het aan, want zij waren op voorhand verwittigd dat zij uit de partij zouden gezet worden wanneer dat zij de meerderheid niet zouden volgen, wat dus gebeurd is. Dus een bemiddeling is hier eigenlijk ook niet meer aan de orde, enkel formeel? Een bemiddeling binnen de partij denk ik niet meer. Die is weken aan een stuk is die gevoerd in heel opbouwende mate. Dat mag eigenlijk wel heel sterk beklemtoond worden. Ook op heel vriendschappelijke basis, maar wel met duidelijke acties en klemtonen. Dat heeft niet mogen baten. Kijk. Hoe ziet u het nu zelf verder als persoon en als partij? Ik ben nog altijd burgemeester, dat heb ik altijd verklaard. En ik blijf verder werken voor de Turnhoutse bevolking. Ik heb, hoe dat de kaarten nu ook liggen, ik wil mijn verantwoordelijkheid opnemen. Ik zal die opnemen. En de volgende weken en maanden gaan de gemeenteraden, colleges, commissies, fractieleiders overleggen en dergelijke meer. Blijft gewoon verder gaan. De bevolking van Turnhout heeft hier een gemeenteraad gemandateerd. Wij moeten blijven verder werken voor die bevolking, voor de man en vrouw in de straat, voor de Turnhoutse Bink. Dat is onze verantwoordelijkheid en die moeten wij opnemen. En gaat u dat nog hard kunnen maken? Wij moeten dat hard maken. Ik niet alleen, dat weet ik ook al, maar ik ben nu eenmaal de voorman. Ik ga het blijven doen. Ik zal het voortouw nemen. Wees daar maar gerust in. Was dit een beetje de chroniek van een aangekondigde dood? Wiens dood? Die van u persoonlijk of van de meerderheid?
We zullen nog zien hoe dat het loopt natuurlijk. Hè. Want ik ga niet vooruitlopen op wat de gouverneur hier komt doen. Zij gaat een opdracht krijgen van de minister of van de Vlaamse regering. En het is nog maar de vraag hoe dat die bemiddelingsopdracht zal verlopen. We kunnen eruit geraken, we moeten eruit geraken. Afhankelijk van de beslissing dat de Vlaamse regering neemt, kan het goed zijn dat de gemeenteraad een nieuw college moet stemmen. U toont zich weerbaar. Had u dat niet wat vroeger aan de dag moeten leggen? Ik moet eerlijk zeggen dat ik me in alle omstandigheden correct heb opgesteld naar iedereen toe. Ik heb het daar juist ook nog gezegd tegen een aantal journalisten. Je zal me niet kunnen betrappen op tijdens de eerste 6 maanden van niet correct geweest te zijn tegen gelijk welk raadslid in de raad, zowel meerderheid als oppositie en zeker binnen mijn eigen partij. Ik heb nooit een onvertogen woord, of hoe je dat ook mag noemen, in de mond genomen. Ik ben altijd correct gebleven. En dat is nu eenmaal mijn aard. En we moeten binnen deze gemeenteraad moeten we proberen een meerderheid te vinden die het uitzinkt tot binnen 6 jaar. U gooit de handdoek nog niet? Ik gooi geen handdoek. Dank u. Dank u. Erik, het gemeentebestuur heeft de stad onbestuurbaar verklaard. Uw reactie graag. Ja, je weet dat we tijdens de verlofperiode 2 gemeenteraden bijeengeroepen hebben, omdat je aanvoelde dat de cohesie in de meerderheid toch niet dat was dat het zou moeten zijn. N-VA heeft persberichten uitgestuurd dat de burgemeester eruit moest, dat Schepen van Geert eruit moest met... Ja, toch wel scherpe bewoordingen en aantijgingen. Dat was voor ons de reden om duidelijkheid te vragen in de verlofperiode. En er waren signalen door het niet komen naar de eerste gemeenteraad dat het toch niet volledig uitgeklaard was. De tweede gemeenteraad waren er maar 14 van de 34 raadsleden, dus dat is 40%. En ja, in de school zullen op het einde van het schooljaar de leerlingen minstens 50% moeten hebben. Daar voel je aan, alhoewel dat men de stemming toen wel gewonnen heeft, dat er een probleem zat in de meerderheid. Vandaar dat we terug, en dan volgens het gemeentedecreet, conform bepaalde artikels, formeel de agendering geplaatst hadden voor de bestuurbaarheid van de stad. Omdat we gaan nu terug een nieuw politiek jaar in, dan moet je weten hoe dat de kaarten liggen. Er zijn 6 mensen van N-VA die dit voorstel gesteund hebben. 2 mensen van N-VA die zich onthouden hebben. Waardoor dat er maar 3 mensen van N-VA gezegd hebben, deze stad is nog bestuurbaar. Het resultaat van de stemming is overduidelijk. Was dit de kroniek van een aangekondigde dood van in het begin? Dat weet ik niet. Elk verhaal moet geschreven worden. Het is wel zo dat... Is het ooit begonnen? Ja, het is wel zo dat het begonnen is op 14 oktober met de grote verkiezingsoverwinning van N-VA met 11 mandaten, 25% van de kiezers die kracht van verandering zagen zitten. In turnout merk je dat die kracht toch niet gespeeld heeft. Dus als u vraagt, was het een voorspelbaar verhaal, dan zeg ik nee, zeker niet. Maar in de loop van de rit voel je toch wel dat er ruis op het verhaal zat. Uiteraard moet je studeren als je nieuw bent, maar we zijn nu september, op 9 maanden moet je toch wel bijbenen. En we hadden meer dan de indruk dat zeker bij sommige mensen nog niet het geval was. Hoe gaat nu het team met deze nieuwe situatie omgaan? Waar gaan jullie naartoe werken? Goed, er is een procedure voorzien. Die procedure zal lopen en zijn beslag moeten krijgen. Dus er zal nog wel heel wat water naar de zee vloeien vooraleer dat er terug licht in de duisternis is. Bemiddeling is hier toch niet echt een optie? Ja, de gouverneur zal alleszins die opdracht krijgen en die poging moeten doen. En dan zal het de gouverneur zijn die vaststelt dat er nog verder kan gewerkt worden. Ik vermoed dat het water heel diep is. Vraag is, zal er nog een bodem te vinden zijn? Is dat niet het geval, dan zal de gouverneur beslissen dat de stad effectief onbestuurbaar is. En dan worden we teruggecatapulteerd naar de 14 oktober 2012, 15 uur. En dan moeten we kijken hoe dat verder gaat. Oké, dank u.
draaien. Hè. Collega's, geachte aanwezigen, gezien dat er hier gestemd is dat Turnhout op dit ogenblik onbestuurbaar is, zou ik jullie graag toch even de volgende te nemen stappen mee willen delen. We zullen van deze stemming melding maken aan de Vlaamse regering. Deze zal volgens de procedure de gouverneur van de provincie Antwerpen aanstellen voor een bemiddelingsopdracht. En wanneer zij slaagt in haar opdracht, dan kan het huidige college verder werken. Slaagt zij niet in haar opdracht, dan zal de gemeenteraad overgaan tot het ontslag van het huidige college. En zal er dus een nieuw college moeten worden samengesteld. Dit is de procedure zoals loopt. Ik zou hierbij ook de openbare zitting willen sluiten en overgaan tot de besloten zitting.